Dit is boer Teunis. Hij woont in het Gelderse rivierengebied. Het is 1995. De afgelopen dagen heeft het bijna aan één stuk doorgeregend. In 2 dagen viel er meer regen dan normaal in 2 maanden. En ook vanuit Duitsland en de Ardennen komen er bakken met water via de grote rivieren ons land binnen. Overal is water. Als dit zo doorgaat, overleven zijn koeien het niet. Gelukkig heeft Teunis nog een broer in het hooggelegen Drenthe. Misschien kunnen zijn koeien bij hem logeren. Ja, dat is goed. De koeien gaan naar Drenthe totdat het water rond zijn boerderij gezakt is. Toedeledokie. En het water drinkt op veel plaatsen ook kelders van huizen. Terwijl Nederland verbaast uit het raam en naar de tv-beelden van het hoge water kijkt, zijn waterschappers druk in de weer om de dijken op scheuren en zwakke plekken te controleren. Door de aanhoudende druk van het hoge water durven de specialisten niet meer te garanderen dat de dijk het overal houdt. Daarom adviseren ze de burgemeesters om het zekere voor het onzekere te nemen. Evacueer de burgers! 250.000 mensen moeten hun huis uit. De herinnering aan de watersnoodramp van 1953 is weer even heel dichtbij. Om een nieuwe ramp te voorkomen, werken waterschappers iedere dag om het water binnen de door ons bedachte perken te houden. En denken ze mee over de inrichting van gebieden.